Goed, op geluk. Juist, ja. Oh, een trekschot van wit. Korte band, lange band. Korte band, lange band. Naar de hoek. En rood, die moet zo een paar keer marcheren. En die zouden daar samen moeten komen. Wishful thinking. Goed. Trekschot van wit. Korte band, lange band, korte band, lange band. En dan moeten zij nog. Inderdaad, gaan we weer wel. Oei, uiteraard. Gisteren ging dat iets minder, maar nu speelt hij een goede keu. Frederik, zijn keu namelijk. En daar zitten nog wel andere trucs in dan deze. Goed. Er zit meer geluk in. Goed. En die gaat het dus nog eens proberen, maar nu van de lange band. Ja, dat is hetzelfde zeker, alleen de verhouding is een beetje anders of wat? Een beetje anders. Ik spot vaak geel. Lange band, korte band, lange band. Lange band. En carambolage. Schitterend. En dat zijn dan ook de gemakkelijke schoten, pas op. De moeilijke die spaart hij voor straks. En die speelt opnieuw met wit. Simpele bal, maar goed. Trekbal van geel, lange band, lange band, lange band, korte band, lange band. De curve kwam er niet helemaal uit, dacht ik. Ja, Frederik die speelt altijd sober, uiteraard. En dus. Tweede poging. Hola. En wie zegt dat biljart niet spectaculair kan zijn? Oei, nu krijgen we het helemaal. Frederik gaat stoten. Plaatsen, hè? Plaatsen. Voor Eddy. Die hij niet kan maken. Hoor. Dat is ook. Maar krijg je daar ook punten voor als je. Nee. Coulee stoot, dat is dus door de bal laten doorlopen. En dan een aantal keren op de lange band repeteren. Dus twee keer. Ja, curve. En dan naar de korte band. Dat is uit het artistiek programma, denk ik. Nee, toch niet. Oei, dat is uit het privéprogramma van Frederik. Dus repeteren, de bal moet van de lange band af, terug naar die lange band naartoe en dan voorbij rood. Dat was toch een. Een klein beetje fout, maar het ging de goede richting uit. Het is wel plezant als je zo'n goede vriend hebt die van die aan de tante bal legt, Eddy. Het gaat vanzelf, zegt Frederik. Oh, hier komt hij. Net iets te veel, vind ik. Ja, wel, hè. Touché. Inderdaad. Ja. Goed. Eddy krijgt nu inspiratie. Je moet begrijpen, de eerste 15, 20 schoten zijn altijd opwarming bij biljart is. En hij stond volledig koud. Maar ondertussen heb ik iemand zien binnenkomen. Ik ben ervan overtuigd dat die toch nog met een klein beetje meer ervaring, denk ik. Als ik dat mag zeggen, Eddy. Dat mag ik zeggen.
nog enkele specials zal doen. Maar ter opwarming voor het publiek is dit schitterend. Goed, Eddy, wat stel dit voor? En ik moet dat onthouden. Ik heb die stoot ook nog nooit gezien, dus dat is reis rond de wereld van de rode bal naar de gele bal. Ik denk dat hij nu niet stil mag spelen, want dan komt het niet goed. Oei. Oei. Ja. Oei. Schitterend, Eddy. Serie Zagen, hij zou het niet beter kunnen, daar ben ik van overtuigd. Ik zal het nog eerder doen en dan is het van vanmorgen. En de meester keek toe en hij zag dat het goed was. Goed, Eddy, de volgende? Goed, dan is het publiek opgewarmd, de stok is opgewarmd, de bal zijn ingespeeld. Op rood. Korte band. Op de rode bal spelen, de witte niet raken, komt wel op de band en gaat dan rond de witte bal, maar daar. Ja. Zeg, lekker, moet ik hier eens spelen, heer toch? Goed, dames en heren, hij heeft iets beloofd, hij krijgt 3 pogingen, maar ik zie het nog niet gebeuren. Rood, korte band, voorbij wit, zonder witte raken. Eerste poging. Nee, hij heeft wit niet geraakt. Dat was al goed. Dat kan ik ook hoor. Wit niet raken. Ik zeg niet dat ik dan de rode nog zou raken, maar... Ja, het is het. Ja, natuurlijk, natuurlijk. En ook om te laten zien dat het een beetje moeilijk is. Dat, ja, natuurlijk. Anders dat kan iedereen als dat van de eerste keer is. Dat begrijpen wij. Te sterk. Drie keer dus. Juist de dosering is waarschijnlijk heel belangrijk. Laatste poging. Derde en laatste poging. Voor 9 punten. De heer Lukkens. Jawel, dames en heren. Hij doet het. Kan hij erachter? Nee, net niet. Bravo. Goed. Stop niet spelen. Ja, dat is logisch. Ik hoorde hem net nog zeggen. Zal het misschien goed komen? Geen goede keuze pakken. Maar toch moet ik zeggen. Laat er een paar mooie figuren bij. Wat hebben ze allemaal wel gespeeld? Een paar simpele ballen. Weet ik nog. Eddy. Ik ben een circusstoten. Circusstoten. Ja. Oké, okay, dan zal ik de clown zijn, maar dat zit ik af. Goed, Raymond. Toen je nog eens in die glaas regelmatig kwam, dan heb ik er wel eens een paar gezien. Maar ik zal ze toch opnieuw moeten uitleggen hoor. Je hebt een kleid al gepikt natuurlijk, weet ik niet. We kennen hem. Wat is er allemaal gespeeld geweest zo? Hij heeft de zin om te repeteren en een trekstootje zo met halken over en weer. Een ontmoetingstootje of twee. Ah, dat is mooi. Maar het was al in te spelen, die bedoelen. Ja, je moet iets doen. Ja, tuurlijk. Ik ga mijn heren naar paardjes. En nu? Die daar maken. U zegt? Dat is toch mijn aparte, hè? Ja, ja, dat is. De scheiding van tafel en bed. De scheiding van tafel en bed. 1 bal op deze tafel, 2 bal op die tafel. Ja, dat zal waarschijnlijk een gevaarlijke situatie zijn. 3 pogingen? Systeem. Goed uitrekenen, inderdaad.
Van de eerste keer, niet gemakkelijk. En op een andere miljard. Ja, die. Opletten, hè, opletten. Dat was één baan. Nu spelen we negen baan. Negen panden. 9 panden. 1, 2, 3, 4. 9 panden. Gaat het? Het moeilijkste is ze juist leggen. Ja, we zouden niet durven tegenspreken, dus inderdaad. Ze moeten gewoon niet. Speelbal. Witte speelbal. Lang, kort. Lang, kort. Lang, kort. Lang, kort. Lang, kort. Oh, lang, lang, kort. Ah ja, dan zet je hier in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inderdaad. Eerst een testnoot. Testnoot om de biljart te testen. Is die lang, is die kort? Ja! 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 Eerste poging weer. Het lijkt allemaal zo eenvoudig als je het zo ziet. De volgende. Oei. Ja. Maar nu? Oh, die smijten niet met de bal of? Freddy, speelt jou ook mee of wat? Je moet wel zorgen dat hij maar niet achter kan, hè? Ja. Oh, bal kan erachter. Dus. Ik ga een bal bij Freddy. Dat heeft hij niet. Dus Raymond speelt met wit, van geel, en hij gaat rood raken. Ik weet niet hoeveel banden dat hij gaat maken. Frederik, maar ik zou toch maar even opletten. Moeilijk is het juist liggen die bal altijd. Dat is goed. Het maken is een moeilijk niet. Ja, inderdaad. Nu moet ik nog het goede effect geven. Ja, kijk hè. Hop. Zie je het? Voilà. En geen handen voor de eerste keer door. Ja. Dan moet hem een klein beetje bocht. Beetje curve. Ja, juist het effect is belangrijk. Heel belangrijk, uiteraard. Ja, zo. Goed. Ja. Nu gaat men heel mooi spelen. Tot hiertoe, dat waren de stoten voor beginners. Nu gaan we, ja. Nu luisteren. Speelbal. Nu, ertussendoor, kort een baan, die komt terug, opnieuw ertussendoor, en die komt maar niet. Durft er iemand geld op zetten? Dus de ballen lagen er net tegen elkaar, je hebt maar juist wat verschil. Ja. Tussendoor. Kort een baan, kom terug, terug ertussendoor, en van deze kort een baan. Dat mag je niet doen, uiteraard. Wie gelooft dat? Enfin, moet erbij zijn, ik heb je nog nooit gemaakt. Maar je gaat wel drie keer proberen. Maar weet je, ik probeer het altijd zo. Nee, ik probeer maar één keer. Ik zeg altijd, het moest eens één keer lukken. Zo'n man, dat stond toch fantastisch. Hè? Mensen spelen mee op de lotto ook. Hè? Is dat om hun geld zomaar te geven of met het idee van het moest eens lukken, hè? Zo is het toch, hè? Allee, dat is zo een bal. Eén poging. Dan kun je nog zeggen dat je hem de eerste keer gemaakt hebt ook. Ja, wat? Zo. Zo maken we altijd.